Ja, Katwijk speelde een matige eerste helft, laten we het zo maar zeggen. In de tweede helft herstelt de ploeg zich goed. Maar Sees Bruining, trainer van Katwijk, je komt op een gegeven ogenblik met 3-2 voor. En weer in die slotfase geef je het weer weg. Ja, het is natuurlijk de zesde keer. Meestal is het in de 90ste minuut. Het was nu in de 88ste minuut. En de corner was aan de andere kant. En de jongens ageren dat op. En Gens gaf dat ook aan. En dat hij aan de andere kant was. De jongens nemen al. En de scheidsrechter zegt: neem hem maar. En het is één moment van onoplettendheid. En hij ligt erin. En het is voor de zoveelste keer is het in de slotfase een gelijkspel. In dit geval in plaats van een nederlaag. 6 punten met nog 2 wedstrijden. Het maximaal is, als ik het uit mijn hoofd snel uitreken, nog een beslissingswedstrijd uit het vuur slepen. Hoe is het met het geloof daarin? Dat kan nooit heel groot zijn, toch? Nou, als je deze ploeg de tweede helft gezien hebt, we hebben een hele matige eerste helft gespeeld. We hebben in de rust een heel indringend gesprek met elkaar over gehad. En als je dan zoveel passie ziet, zoveel strijdlust, zoveel teamgeest, ja, dan geniet je aan de zijkant. En is het zo zonde dat het niet beloond wordt. Als je dit kan blijven brengen de komende 2 weken, ja, dan kan voetbal een raar spelletje zijn. Daar hoop je dan op, dat is hoop. Ja, nou, maar dat is ook op basis van de tweede helft. En dat moeten we ook de komende 2 wedstrijden brengen. En als we dat brengen, ja, dan ben je natuurlijk afhankelijk. Maar goed, meer kan je niet doen als je stinkende best. En dat is de basis. Je had het net over, in de rust is er een goed gesprek geweest. Wat mij opviel, dat jij veel eerder buiten was uit de kleedkamer dan je spelers. Heb je een trucje aangehaald? Heb je ze verrot gescholden en weggelopen en gezegd, zoek het maar uit? Ja, er hebben een hoop dingen door de lucht gevlogen. Ze moesten beseffen dat dit de laatste kans was. Ze moesten volle bak. En ik was heel ontevreden over de eerste helft. Met name dat we steeds die passing lieten verzorgen in die hoeken. En dat begint voorin en op het middenveld. Dan moet je ze afjagen, dan moet je vooruit lopen, dan moet je op de flikker zitten. En dat miste ik de eerste helft. Maar dat heb ik de tweede helft wel gezien. En daar ben ik trots op. En dan roep je dat, dan vertel je dat op een boze manier. Deur open, je stapt eruit, je dondert die deur dicht en je gaat veel eerder dan je ploeg naar buiten. Ja, dat klopt. En ik heb een wissel doorgevoerd. Wissel pakte goed uit. Ja, de jongen viel uitstekend in. Jesse Dingyang, heel lang, in het begin van het seizoen uitstekend, een jonge talent. En helaas enkelbanden afgescheurd en is sinds anderhalve maand weer fit. En een jongetje voor de toekomst. Leuk. Over de toekomst gesproken, ik begrijp dat het aantrekken van een nieuwe trainer enige vertraging opgelopen heeft. Nee hoor, dat gaat. Jawel, het duurt langer dan je denkt. Nou, misschien dat het een paar dagen langer duurt. Maar goed, we nemen geen overhaaste beslissingen. Met de technische commissie gaan we heel doorgrondelijk te werk. En we zijn bezig voor de langere termijn. En we zijn nu met het heden bezig. En het heden heeft nu de eerste prioriteit. Ja, ik wil toch even naar de toekomst. Katwijk-IJsselstein, dat is een aardige kilometervergoeding. IJsselstein? Waar is dat? Dat ligt bij Utrecht. Oh, nou ja, jij zegt het. Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet waar je op doelt. Ik doel op Frans Adelaar. Oh, ja. Nou ja, dat is ook een naam inderdaad die in het geruchtencircuit gaat. En of die waar is, ja, daar geef ik geen antwoord op. Nou, voorafgaand aan IJsselmeerval als Katwijk had ik een mooi beeldje van jullie samen laten filmen. En ik kan heel goed lip lezen. En toen zag ik jou, in jouw mond, zag ik zeggen tegen Frans, wij spreken elkaar. Ja. Is dat gesprek inmiddels al geweest? Ja, maar ik had alleen afgesproken dat ik ook 3 punten zou krijgen en dat heeft hij niet gedaan. Dus dat is een beetje jammer van hem. Is dat gesprek al geweest? Nee, ik denk dat jij toch even naar de nieuwe school van liplezen moet, want ik denk dat je dat toch niet goed gezien hebt, Willem. Maar is dat gesprek nou geweest? Want daar geef je geen antwoord op. Nee, en je kan slecht liegen, hè? Nee, ik heb al eerder gezegd dat wij als technische commissie geen uitspraken doen waar we achter de schermen mee bezig zijn. En dat willen we heel graag houden, Willem. Dus, je zegt nu... We doen geen uitspraken over mensen met wie we achter de schermen bezig zijn. Nee. Dus je kan ook zeggen, Willem, we zijn niet met Adelaar bezig. Ik heb gezegd dat ik niet over trainers praat. Ik heb gezegd, er zijn meer dan 12 trainers die bij ons aangegeven hebben graag bij ons trainer te willen worden. En ik heb gezegd dat ik niet over namen spreek en ook niet over namen die gesuggereerd worden. Het heeft geen enkele zin, want dan moet ik elke dag moet ik wel of niet ontkennen. En dan gaan de conclusies getrokken. Wij doen gewoon geen enkele uitspraak over de aanschaffing van een nieuwe trainer... Door de vereniging Katwijk. En als we zover zijn, komen we naar buiten. Doe hem de groeten. Ik zal hem de groeten doen. Dankjewel.